trouwens het paard wat je nu ziet, dat wordt keurig in beeld gebracht door Fred Gols, de cameraman die hier vanaf vanmorgen 8 uur al staat te filmen. Hulde Fred daarvoor met die mooie beelden. Het is misschien ook wel heel erg leuk om eens een keer weer naar vandaag veel springen, ook weer een mooie dresseurpaard te filmen. Nou, ze is binnengekomen, Brigitte. Ga eens van slag. Een beetje spanning. Gaat wel mooi stil. Scoren, hè, zo'n uitgestrekte draf. Ja, dan moet ze wel eens 2 keer een 8 hebben en 3 keer een 7. Dat op de 5 juryleden, misschien ze wel 4 achten. Maar zeer actief voorwaarts weggereden en de berg op. Achterhand zou nu iets meer mee mogen komen. Alhoewel het anders is dan bijken, bijvoorbeeld dat paard parallel zijwaarts moet gaan, zowel voor als achterhand. Mag dit in een traverhouding. Maar er is een dunne lijn tussen te weinig en te veel. Passage, aanleuning is mooi open, neusje voor de loodlijn. Is dat speciaal, dus vanuit die passage in de uitgestrekte draf, is dat moeilijk? Of is het eigenlijk wel prettig? Nou, er is heel veel kracht voor nodig. Dus het paard moet door de jaren heen zoveel kracht opgebouwd kunnen hebben om vanuit zo'n vertraagde drafbeweging, in een zweefmoment, in één keer naar een actief, wat snellere beenzetting te komen. Overigens een mooie passage, hè? Ja, passage is erg voorwaarts, zou wat verzamelder mogen gereden worden. Nou, hier kijken ze enorm het publiek en dan zie je dat direct terugkomende beweging, een paar pasjes ongelijk. Ja, want wat jullie thuis niet kunnen zien, precies dat punt waar ze nu waar ze de hoek om ging, daarachter is een vrij groot restaurant, bar, met nog wel wat lawaai. Er moet dan een paard op af en kan daar zelfs wel een beetje op gaan reageren. Ja, die kans is erg groot, maar alle deelnemers rijden onder de gelijke omstandigheden. Nou, ze lesten ook bij Chef Jansen, een jaar uit, altijd bij de moeder Koen van Balen. En bij Johan Hieneman, toch haar grote leermeester. En nu sinds enige tijd bij de bondscoach Chef Jansen. Tot nu toe geeft me de proef eigenlijk een aangename indruk. Hij is goed te rijden, het is een mooi begin. Ja, de proef op zich, het is een Grand Prix special, maar hij bouwt zich op naar de climax, straks een eindmaatproef waar de moeilijkheidsgraad in ligt. Je gaat de middenlijn op en je moet dan nog een keer passage Piaf toe doen, terwijl paard toch een beetje het einde van zijn Latijn is in die zin. Hij denkt, ik ben klaar. Ja. Hij moet dan toch al zijn energie bij elkaar rapen. Kijk, nu gaan we het moeilijkste gedeelte beginnen vanuit de stap. Je moet gelijkmatig verkorten. En daaruit moet dan een Piaf ontstaan. Een Piaf in de meest eenvoudige weg uitgelegd is draf. Het zag er prachtig uit, alleen net even die overgang naar de passage. Ja. Dus dat, even dat storingje. Ja, een klein storingje. In front van 3 juryleden. Ja, die 3 bij en bij CNH zien het beste. En moeten beoordelen wat ze zien, maar dan moet bij jury bij E en bij B ook. En als zij niet dat kunnen zien wat de jury op de korte zijde zien, dan kan er wel eens een keer een puntverschil komen. Sterke kant toch van het paard, hè? De passage Piaf. Ja, het paard is een sterk paard. Nou, krijgen we de galop toe. Altijd even een momentje toch even doorademen. En weer oppakken, voorbereiden voor het appellement. Het paard wordt wat gespannender van de omgeving, houdt zich wat in. Dat het zichtbaar bij de wissel bij B was te veel teruggesprongen. Deze is mooi, hè? Wissel zonder 2.
heel mooi doorgesprongen wissels. Hè? Ook te zien in de voorbeen. Wederom heel krachtig van de grond afgezet, naar voren gesprongen. Maar wij zitten Stef kunnen we niet goed zien of het paard recht blijft. Ja, dat is niet alleen bij ons. Ook sommige juryleden kunnen niet alles zien. Even naar de wissels om de pas. Kijk, om de pas is toch wat minder. Hè? Is het te, in het Duits gezegd, zo schwankend, te swingend. Niet genoeg over de rug naar voren gesprongen. Hij kan zijn energie niet kwijt naar voren, dus gaat hij opzij. Ja, even een tussenstand. Erg goed. 70.3, dat is best hoog. Even lekker, even het lichaam strekken. Want er staat ook op papier van de FI lengthening of the frame. Dus hij moet ook langer worden in zijn lijf. Paard kan ondanks de aanspanning toch eventjes diep doorhalen. Ja, keurig. Kijk, recht naar de jury toe. Missen ze om de pas. En dan open voor de jury, wat op rechts. Ja. 3, erg ruim gereden. 5, nou. Beetje groot. Net zo krachtig als in het begin van de proef. Sterke kant, hè, van Phoebe, die mooie uitgestrekte draf. Je ziet wel eens proeven dat ze dat als een nachtekaarsje uitgaat. En bij Phoebe gebeurt dat niet. Dat is zo'n krachtige, sterke, bewegende Mary. Die kan uren doorgaan. Annelies, na die uitgestrekte draf, wat natuurlijk een prettig gevoel is, ze weer volledig moet concentreren op dit laatste lijntje. Hè? Ja, maar het orenspel is nou zeer geconcentreerd op de ruiter. Ontspannen ook, ze flappen zo een klein beetje naar beneden. Ja, leuk is dat, hè? Ja, is erg leuk. Ja, het paard heeft zijn ontspanning gevonden tijdens de proef. Ja. Nou, Marlies, fantastisch gedaan. Ja, keurig gereden. Mooi paard, hele mooie proef. Een applaus voor de Amazone Marlies van Baan en haar BMC. Nou, we zitten op een score, want wij praten gewoon door, Brigitte. Op een, nu op een score van 70.78, dat zal zeker wel wat hoger worden. Nou, dat is een mooi resultaat. De resultaten af van onze juryleden in deze race. Het was, bij Phoebe was dat, gisteren had ze een score van 70.3. Gespecialiseerd in het nieuwbouwen van een stoel. Nou, dat zit nu wat hoger, dus er zou nog wat hoger kunnen komen. Overigens, voor, het is een bijkomstige informatie. Voor die derde plaats kreeg Marlies gisteren €850. Nou, beter iets dan niets. Precies, zo is dat. En dan gaat ze terug en Marlies kennende zoekt ze altijd even contact met het publiek. Tijdens de proeven zo rustig. Het publiek is niet echt enthousiast nog, dat moet nog komen. Is nog ja hoor, wakker. Daar ja, komen we wel. En natuurlijk, daar komt het echte Marlieshandje, vrolijk lachend. En bedankt eigenlijk ook het publiek. En dat vind ik wel goed, want er zijn toch vrij veel mensen gekomen voor deze proef. En nou, dat waardeert het publiek ook, dat ze op die manier erbij betrekken.